mensen. Hallo. Hey, gaan jullie vandaag dingen vertellen over ons nieuwe aanwinst? Jee. Ik vind het heel erg kut om te doen, want ik maak nooit echt dit soort video's. De eerste en meest gestelde vraag is, wat is haar naam? Haar naam is Nelani, als ik het goed zeg. Want wij hebben haar een andere naam gegeven. Ze heet bij ons namelijk niet Nelani, maar ze heet bij ons Pip of Pipje of Pippi. Op de trailer staat Pip, dus haar officiële naam bij ons is Pip. Paspoort, zul je denken? Ja, want Pip heeft een paspoort. Want ze is een volbloed Shetlander. Zul je denken, maar Shetlanders zijn wel iets groter toch soms, Judith? Nou, ik moet zeggen, Shetlanders kunnen ook even goed zijn als dat. Maar ja, klopt. Want deze Shetlander is 4 maanden oud. Ze is een veulentje. Ze is nu net een paar weken afgespeend van haar moeder. Hey, Lotje! Niet doen! Een paar weken voordat we haar hebben gekocht is afgespeend. We kregen een paar keer de vraag waarom. Nou, wij waren simpelweg gekocht omdat als de een van de ponies weg is, dan raakt de ander helemaal in paniek bij ons. En we wilden graag een pony die dan een beetje erin opgroeide dat ze soms kon alleen. Dat het soms kan zijn dat ze alleen is of zo. Dus daarom is vast een veul heel erg handig. Voor de rest wilden we graag een pony die. De laatste vraag die ik vandaag ga beantwoorden met jullie is, wat gaan jullie met haar doen? Nou, nu de eerste 2 jaar vrijwel niks. Een beetje kunstjes aan leren, een beetje grondwerk, een beetje wandelen. En na verloop van tijd dat ze voor de kar beleerd wordt. Voor men, klein menwagentje, sulky-achtig ding. En voor de rest is het niet de bedoeling om haar in te rijden ofzo. Dus ik laat nog eventjes haar slaapplaats zien. Maar eerst komen er even wat leuke beelden van Pip. Pip staat overdag al bij de anderen in de wei, maar 's nachts staat ze nog eventjes in haar eigen weitje. Nou, hier stalletje, laat ik het even beter zien. En hier is dan haar weitje. En wat de bedoeling is dat ze dus gewoon uiteindelijk daar komt staan, maar dat duurt nog even een maandje. Hey, Melly rolt. Lekker Mel! Voor de rest hebben we hier die bal die we gekocht bij Horsevent voor haar. En een pion, want we dachten, nou, misschien is dat ook wel leuk. Voor de rest heeft ze hier eten staan, want ze krijgt veulenbrokjes en wat lucerne. Maar ja, je ziet het, ze vinden het wel lekker, maar... En hier water, wat even verschoond moet worden. En een krukje zodat we kunnen zitten. Oh, en normaal hangt haar has hier, maar die hangt dan niet hier. Nou, ik denk dat dit voor de rest de video was. Als je nog vragen hebt, laat het weten in de reacties. En dan zal ik die even beantwoorden in de reacties of in de volgende video. Dus let us know. En voor de rest, hoop ik dat jullie deze video leuk vonden. En hoop ik jullie ook te zien bij de volgende video. Dag! Oh nee, wacht. Nog niet wegklikken. Laat even weten wat voor video's jullie graag willen zien. Samen met Pip, Lotje en Melly. En of jullie vlogs willen zien. Of wat dan ook. Of weet ik veel wat. Dus let us know. En ik hoop ze zien dus bij de volgende video. De groeten!